Ratten, proficiat, jullie hebben gisteren Brussel veroverd. Jullie veroveren vandaag Antwerpen. Wij beloven jullie morgen Europa. ...29 mei 2005. Germinal Beerschot wordt ontvangen op het stadhuis van Antwerpen. De grote markt kleurt volledig paars-wit. Een dag eerder veroverde de ploeg van het Kiel de beker van België. Een volksfeest breekt los in Antwerpen. Germinal Beerschot en zijn supporters beleven historische dagen. Zo'n momenten maak je in een carrière van ja, een x-aantal jaar. Maar weinig meer, denk ik. Je moet dus ook volop van genieten. En dit is absoluut, ik zeg het, binnen 10, 20, 30 jaar kun je nog steeds aan denken. En dat moet absoluut hoogtepunt. Ik ben nu 24 en ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik prijs me heel gelukkig dat ik dit mag meemaken. Op sommige momenten heb je een idee van je kleeft in een roes, het is niet waar. Maar zijn vanmorgen die wedstrijd terug opzet en ja, het is toch waar. Ik ben niet aan het dromen, het is waar, het is geen roes, het is zo. De Bekertriomf 2005. Het verhaal van een uitzonderlijke campagne. Op dat moment is de finale nog een ver van mijn bedshow, inderdaad. En dan tussen het blijft een wedstrijd per wedstrijd gegeven. Dus is iedereen toch scherp aan die wedstrijd begonnen. Het is in een zo goed als leeg Phoenixstadion dat het bekeravontuur van Germinal Beerschot begint. Derde klasser Tongeren legt er de mannetjes weinig in de weg. 0-2 wordt het, twee doelpunten in de eerste helft, één van Kadou en één van Moussa Dembele. Het is en blijft de kortste weg naar Europees voetbal, ondanks het feit dat dat nog ver weg is. Speelt dat toch wel meer in het achterhoofd van, je moet gewoon die ronde verder. Dan ben je aan iedereen verplicht, de club, de supporters, aan jezelf. Dus dat was de opdracht en die zijn ook duidelijk gelukt. Een ongezellig stadion. Ik denk dat er bij de beker maar 3000 mensen waren. De club heeft zelfs verlies gemaakt, denk ik, omdat er de stewards meer kosten dan dat er supporters waren. In en tegen Bergen speelt Germinal Beerschot een heel degelijke wedstrijd en heeft aan één doelpunt genoeg. Daar zorgt opnieuw de Braziliaan Kadou voor. Velen gingen ervan uit, een neutrale toeschouwer, van dat gaat de partij voor Genk worden, Genk gaat domineren. Maar we hebben het perfect aangepakt, denk ik. Germinal Beerschot speelt ultra-defensief tegen Racing Genk. Eén keer raken de Limburgers toch over de Kielse vesten. Het doelpunt is van Nenad Stojanovic. 1-0 bij de rust. In de tweede helft gaat Germinal Beerschot toch wat meer vooruit voetballen en dat loont. Knappe aanval en Jurgen Cavens loopt de bal over Jan Mons. Het overbekende en belangrijke uitdoelpunt is er. In de slotfase vangen de bezoekers Racing Genk zonder al te veel problemen op. Mede dankzij een weer uitstekende doelman Luciano. 1-1 is de einduitslag. Het is hier in Genk dat het geloof in een bekerstunt groeit. Het is echt een goed resultaat. We moeten er gewoon voor gaan. Zo dicht bij de halve finale gaan we niet meer bijkomen, misschien de volgende jaren. Dus en dan is echt wel dat besef beginnen groeien. Ja. We gingen met een goed gevoel naar huis. Een gevoel van hier zit meer en we kunnen verder gaan. Dan begin je nog te rekenen, ja, nog zoveel wedstrijden, nog zoveel minuten en we staan in die finale. Ah ja, op dat moment is dat nog een beetje een droom. Maar inderdaad, op dat moment is het echt wel beginnen leven. Op dat moment gelden wij wel bijna als een finale en iedereen was er echt enorm voor gemotiveerd om te laten zien van ja, wij zijn tot veel meer in staat dan dat er al gebleken is dit seizoen. De terugwedstrijd. Voor de aftrap zijn in de kleedkamers de spanning, de concentratie en de stilte te snijden. Iedereen was supergevoelig, hypernerveus. En buiten verwelkomen de supporters de Genkse kolonie. Nog een half uur, de terreinverzorger bakent de zone af waar de trainers mogen staan. Maar René van der Rijken, dat is bekend, blijft liever zitten. Ja,
8:30. We kunnen eraan beginnen. Het Kiel is zeker niet volgelopen, maar de sfeer is fantastisch. De nieuwe vlaggen missen hun effect niet. De eerste dreiging komt niet helemaal toevallig van de voet van Jurgen Cavens. Weinig echt grote kansen in de eerste helft. Ook de stilstaande fases zijn voor de twee ploegen een maat voor niks. Jurgen Cavens doet nog vlug een gooi naar het wereldrecord verspringen. Tweede helft. Bij Genk warmen Soetaars, Haroun en Beslia zich op. Genk zal iets moeten forceren, wil het scoren. En dan, in de achtergrond plotseling, 0-1 Orlando Engelaar. Het blauwe vak mag juichen. 52e minuut. Dit is de herhaling. Van den Berg legt goed af. Engelaar hard en met links. Angst in de ogen van de trouwe Beerschot supporters. Maar de thuisploeg kraakt niet, integendeel. Voor zo'n wedstrijd is het natuurlijk nog iets makkelijker om iedereen een beetje gek te krijgen op een gezonde manier. En dan merkte dat er met die 1-0 zelf nog niets was gebeurd. Iedereen stond mentaal zo sterk in zijn schoenen, gesteund door de supporters. Dan merkte dat er ongelooflijk veel kan gebeuren hier. Vijf dolle minuten volgen. Kroes trapt, afgeweken bal, Mons met de vingertoppen. Hoefkes met een schot. Weer Jan Mons in een glansrol. Hoekschop. Kopbal de Vrij. Mons en Beslia redden race in Genk. Nog altijd binnen die vijf dolle minuten. Voorzet Montaigne. Cadou even. Cavens met doodsverachting. En met een wanhoopskreet. Het lijkt niet te mogen lukken. En let dan op de rechtervuist van Gert Klaeses. Gert Klaeses, hij begint een kwalijke reputatie op te bouwen. 0-1. Brijs is tussen alle emoties door naar de tribune verwezen. Laatste minuut. Het wordt een donkere avond op het Kiel. Of niet? En zeggen dat deze man in een nog niet zo ver verleden als cool en emotieloos werd beschouwd. We spelen een goede wedstrijd en dan zou je weer met lege handen moeten naar huis gaan. Dus als je dan in die 90e minuut die gelijkmakers in die verlenging in hand, ja, dat geeft een geweldige kick. Het is dus toch gebeurd. 1-1, laatste minuut, wondergoal van Jurgen Cavens. Op dat moment... Voor de eerste keer mijn zoontje was komen kijken, dus dat was wel even een pakkend moment voor mij, omdat dat toch... Ja. Een ingeving van boven? Ja, wie weet. Laat ons hopen. Hè. Ja, het is onbeschrijfelijk. Dit is genieten? Ja, ongelooflijk. Hè. Ik heb meegemaakt met Lierse, maar dit... Dit overschrijdt het volledig. Zeker de sfeer die hier is en de beleving, ondanks dat het nog maar een kwartfinale is. Dan ontploft een boel en dan weten we van 100% zeker van nu gaan we door. Ze kunnen er gewoon niks tegen meer doen. Ja, dat was inderdaad de ontlading van het seizoen. Hè? Ja, zeker de eerste doelpunt, maar ook het tweede en het derde mag er zijn. Dus het tweede was zoiets van nu komen ze nooit meer over. En het derde was van alsjeblieft, kom maar terug naar Limburg en amuseer je. Tweede verlenging, tweede goal, getekend Carlos Eduardo da Silva Cadu. Ook de Braziliaan dankt de voetbalgoden, het Kiel in extase. Jan Mons voelt zich klein in het hem vertrouwde stadion. Hij beseft dat het over en out is voor Racing Genk. En één iemand krijgt nog een ingeving van boven. Ik zag de spitsen niet van voor staan. Ik zag Karel Snoeks alleen doorgaan. Ik dacht, ja, we moeten een afspeelpunt hebben. Dus ik voert zijn meegegaan en het is beloond. Kenny Thompson. Hij vindt Snoeks op de rechterflank, loopt door naar het centrum en krijgt daar de bal op een presenteerblaadje aangereikt. 3-1, een droom voor Thompson en voor heel Germinal Beerschot. Prachtig. Ik kan niet beschrijven hoe dat voelt, zeker als je invalt.
Jong en oud, heel het Kiel danst het eindsignaal tegemoet. Germinal Beerschot, Racing Genk 3-1, een echte cupmatch. Germinal Beerschot naar de halve finales tegen Lokeren. De Heysel komt steeds dichterbij. Ik denk dat deze de beste manier is om een supporter een goede voetbalavond te geven. Dat kan niet beter zijn, denk ik. Ik ben zeer fier op deze groep. En ook hij mag meevieren, de beroemde kabouter Eddy. Eén ding is zeker, Beerschot wint de beker. We eindigen waar we begonnen, in de kleedkamer met een moment van stilte. Een kort moment van stilte. De score was inderdaad zenuwslopend, denk ik, voor iedereen. Maar ja, dat je dan die partij winnend kunt afsluiten, dan het geloof dat kon enkel maar toenemen. Toen was een drang echt voor naar die finale toe, was immens groot op dat moment. Op twee wedstrijden van het grote moment, van een stuk geschiedenis schrijven voor deze club in feite. Germinal Beerschot, ja, de eerste keer misschien in de finale. Supporters achter ons, immense vreugde in feite. Van het begin van die wedstrijd zat de sfeer goed, alles zat mee. Achter de doelen was er gewoon volgepropt. Dus vanaf het moment dat wij op het veld opkwamen, wisten van ja, hier spelen we geen uitwedstrijd, we spelen zo goed als een thuiswedstrijd. Was een Kiel zijn ratje. Was een ratje van Kiel. Was een Kiel zijn. Een van de supportersbussen die van op het Kiel richting Daknam vertrekt. Het betekent enkele flesjes bier en een beetje ambiance. Met een Beerschot naar de Heysel. Hey, wat een ploeg. Met een Beerschot naar de Heysel. Hey, wat een ploeg. De E17 vanuit Antwerpen kleurt die avond op één enkeling na volledig paars-wit. De bestemming is dus Lokeren en dat is geen makkelijke ploeg. Wat voor een ploeg is Lokeren? Een kutploeg. Hoe bedoel je? Ja, een zeer moeilijk te bespelen ploeg. Daknam, Lokeren. Enkele minuten voor de aftrap. 2000 Germinal Beerschot supporters zijn erbij. Die van Lokeren zijn met 4000. Meer kwantiteit, minder volume. Germinal Beerschot speelt een halve thuiswedstrijd. Geen witte, geen gele, geen zwarte, maar paarse rook heerst over Daknam. En altijd prachtig om te zien, de rituelen van de doelman voor de wedstrijd. Luciano, hij begint aan zijn derde halve finale bij Germinal Beerschot. De kansen en het veldoverwicht zijn voor Lokeren. Germinal Beerschot heeft het moeilijk. Voorin kan Kadu geen bal bemachtigen, laat staan bijhouden. Maar aan de overkant ontpopt zijn landgenoot zich tot uitblinker. Wat Lokeren ook probeert, Luciano lijkt onklopbaar. Yeah, I was very confident. I want to do that also for the supporters because they come all this way to come here to see good action. So I'm happy to play good today. Ja,
Voor Germinal Beerschot zijn er amper kansen. Aan voetballen komen de mannetjes niet toe. Zorgvuldig uitverdedigen is even niet aan de orde. There was high pressure. We couldn't play good ball position because they are so, I think, motivated also for the game, you know. So their supporter was behind them, so they play strong also. Je merkt toch dat Lokeren een zeer sterk geheel is. Lokeren was a good ploeg. You know that? Yes, of course. Lokeren is a good ploeg. I know that. Yeah, it's true. Vroeg in de tweede helft, Hoefkes met een goede pas. Messoudi komt alleen voor doel. En de ingevallen Messoudi blijft voor gevaar zorgen. Zo waar Kurt van Doren even in de frontlinie. En Messoudi trapt opnieuw naast. De tweede helft is er veel sneller en veel dieper gespeeld. En dat zorgt dan voor op ons vleugels voor wat vrijheid. We zijn in de 80ste minuut. Let op teammanager Erik Verhoeven. Die gaat compleet uit zijn dak. Bram Verbeest even het veld op. En de spelers die vieren met hun supporters. Is alles volledig weg. Volledige euforie. De opkomende flankverdedigers hebben het hem gedaan. Van links naar rechts, Montaigne naar De Vree. Dit is dus die 0-1. Het wordt een zenuwslopende slotfase, ook voor Jos Verhagen. Vier minuten na de 0-1, Grétarsson in twee keer en Lokeren krijgt waar het eigenlijk recht op heeft. Het is jammer dat je die voorsprong moet uit handen geven op dergelijke wijze. Totaal verdiend voor Lokeren, laat dat duidelijk zijn. It's a pity that we had to take a goal in the last 5 minutes, because you know, you know that you couldn't hold the zero. Als je kijkt naar het aantal kansen dat ze vooral in de eerste helft hebben afgedwongen, is 1-1 een goede score, denk ik, voor ons. Laatste minuut, Mark Hendricks met een geplaatste bal, net niet goed genoeg geplaatst. Het blijft 1-1. Dubbele gevoelens, maar het is een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd. ...1-1, daar hebben jullie goede ervaringen mee. Inderdaad. Moet lukken. We zullen ons beste. De supporters will be there, they're gonna be crazy, so I think they're gonna help us to go to the final. Nu moet het. Dat is een schitterend resultaat. Die 0-1 had nog beter geweest, maar gewoon 1-1 is een schitterend resultaat en nu moet het gewoon. Zo dicht gaan we er niet meer bij komen. U weet dat die uitgoal wel belangrijk kan zijn in een geval van een 0-0. Maar ik hoop natuurlijk dat we thuis ook nog een overwinning gaan halen. Maar als het na, ik denk in de 85ste minuut thuis nog altijd nog steeds 0-0 is, begint dat toch door je hoofd te spoken dat je uitgoal toch belangrijk was. Iedereen, als je sprak u erover aan, de competitie werd ondergeschikt, maar daar ook zijn we op ons elan blijven doorgaan. Maar ja, dat was gewoon, ja. Iedereen begon in een roes te leven en werd gefocust naar die wedstrijd. Dan moet het gebeuren natuurlijk. Deze groep had voordien al bewezen dat het absoluut mogelijk is ook. We hadden tegen Genk bewezen dat dat ging. We hadden de rondes ervoor toch ook bewezen dat we met druk konden omgaan in feite. Het Kiel, anderhalf uur voor de terugwedstrijd. Een wereld van felle contrasten. Stilte in de kleedkamers. Ambiance bij de cafés. Er staat veel op het spel. Europees voetbal en een bekerfinale. De beleving is enorm. Dat is ongelooflijk. Vannacht niet geslapen, vandaag nog niet gegeten. De beste dag van mijn leven, simpel is dat. Is het van het. Heb je deze beleving ooit gevoeld bij Germinal Beerschot? Ik heb het één keer gevoeld, kwartfinale tegen Antwerpen.
Maar als we dit moeten vergelijken, dan was die wedstrijd eigenlijk peanuts. De eerste supporters zijn al in het stadion. En het wordt een hete avond op het Kiel. De opwarming. Luciano is in vorm. De beren, de meiden en de confetti. Het begin van een wervelende avond. Er is 8:30. Het stadion is zo goed als uitverkocht. En Germinal Beerschot vliegt er meteen in. Kroes naar Snoeks. Die geraakt net niet bij de bal. Omgekeerde rollen dan. Snoeks naar Kroes. Grote kans. En Germinal Beerschot blijft kansen afdwingen. Deze reactie van de supporters komt erna een goede mogelijkheid voor Cavens. Die ene waarbij Milojevic er niet al te goed uitzag. En nog een kans. De Vree tikt naast. Het had 1-0, 2-0, 3-0 kunnen staan. Germinal Beerschot is in elk geval baas. Het middenveld ging het inderdaad wel vrij vlot vandaag. Ik denk, we hadden zeker in handen. Maar ook zeker van achter en zeker van voor. Dit hebben we ook. Praktisch. Dit hebben we zeker met de ploeg af. Jullie zijn al zat, of? Wel, maar ik weet helemaal nog niet. Heftig begin van de tweede helft. Kopbal Wim de Dekker samen met Kroes, de uitblinker. Lokeren krijgen we amper te zien. En dan toch plots Bansé. Luciano natuurlijk, met de voeten dit keer. Knappe aanval van Germinal Beerschot dan. Cavens, Kroes, Cavens, Messoudi en opnieuw Cavens. De verdiende goal wil maar niet vallen. Cavens en Kroes begrijpen er niets van. De mooiste trap van de avond vertrekt van de voet van Karel Snoeks. Uitstekende redding Milojevic. Nog 11 minuten. De supporters worden stilaan gek. We zijn in de slotfase. Luciano en heel het Kiel zien aan de overkant een penaltyfout, maar de bal gaat niet op de stip. Nog 5 minuten, de hijzel in Europa wenken, maar het blijft opletten, want sinds dit seizoen bestaat er zoiets als een Hollands scenario. Uiteraard, die laatste minuten duikt dat Hollands scenario een beetje op. En vrees je dat je er nog een laatste tegenstreffer waar je niet meer kan tegen anticiperen. Uiteraard toont dat op en word je daar hoogst nerveus van. Dit is niet AZ, dit is niet PSV en Luciano beseft het. Hier komt Germinal Beerschot ongelooflijk goed weg. Het blijft dus 0-0. En dan het eindsignaal. De verlossing. Wel momenten, niet normaal, niet te doen. Supporters die wenen, spelers die door het dolle heen zijn en de trainer die intens geniet. Is dit een droom? Het is geen droom, het is gewoon hard werken en intens werken. En we gaan er zeker geen maal figuur slagen. En,
we hebben nog altijd iets recht te zetten in en tegen Brugge. Genieten, hè? Ja, hier hebben we heel hard voor gewerkt een heel jaar. We hebben heel veel tegenslag gehad tijdens het seizoen, tijdens de competitie. En dan kan je dat op deze manier recht zetten over in oververdiend. Chris, dit feestje is dankzij jouw doelpunt. Uiteindelijk wel, ja. Toen ik de goal scoorde op Lokeren, wist ik niet hoe belangrijk dat die ging zijn. Maar vandaag bleek dat van goud waard is. Wim de Dekker op een beer en twee andere spelers in een beer. Hoe lang dragen jullie dit pak nu nog? Tot 28 mei? Tot morgen. Hier is nog een beer. Kom. Ja. Hey, nog een. Blijf staan, jongen. Tot minstens tot 28 mei. Hè. Ja. Er komt nog een beer rond trouwens. Komt er nog een rond? Zie. Het staat jullie goed trouwens. Ja. Dankjewel. Het is, we kunnen meer als voetballen alleen. Dus, Ook in de kleedkamer veel sfeer. En dit is Kielse humor. Toch een beetje venijnig nog, zo in de kleedkamer nog roepen naar Willy Reinders? Oh nee, dat was een andere Willy. Nee, maar ik denk, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet horen. Ik vind, als je voor een wedstrijd je bezighoudt met het andere ploeg, dan denk ik dat dat absoluut niet nodig is. Gewoon een trainer heeft als kutploeg bedoeld dat Lokeren een goede ploeg is, een moeilijke ploeg te bekampen. En hij misbruikt eigenlijk die woorden volledig en hij gaat dat dan gebruiken als... iets om zijn eigen ploeg op te naaien tegen ons. Ik vind het absoluut niet hoort eigenlijk. Terwijl de spelers binnen een feestje bouwen... doen de supporters buiten hetzelfde. Meteen na de wedstrijd veranderen de straten rond het Olympisch Stadion in een echte openluchtdiscotheek. Ongelooflijk. Dat is een droom die naar voren komt. Dit is wat dat Beerschot verdiende. Dat kan een scharniermoment zijn voor de club. Dit is wat dat Germinal Beerschot nodig had. Dit is het. We gaan ervoor. En een feestje. Wat brengt de nacht nog? Kopijn. De oorbouw van de club is deze perfect. We maken Brussel zot, gasten, geloof me. 20.000 ratten. Wat gaat u op 28 mei doen? Ah, hey. Samme vraag, hè. Naar de nazo! De sfeer en de dingen die er toen hang, dat was echt indrukwekkend. Dus je wordt er gewoon in meegaan. Dat was een resultaat dat je zegt, we gaan naar de finale. Daaraan gekoppeld was aan... het ticket voor Europees voetbal, daar was je dan ook al zeker van. Dat is ook al x aantal jaren geleden voor de club, dus dat is gewoon schitterend. Die ontlading is, dat is onbeschrijfelijk in feite. Ik kan zelfs zeggen voor veel spelers, denk ik, dat die ontlading van Lokeren misschien nog groter was dan effectief de bekerfinale de winst. Kapot, joh. De week voor de bekerfinale is iedereen in een ronde club in de ban van de cup. Ja. En mij met een titel, hè. Zware kosten. Materiaalmeester Jos en keeperstrainer Pierre trekken zoals beloofd te voet naar Scherpenheuvel. Er komt geen enkel om. Hun missie is een kaars branden voor de bekerfinale. Godverdikke zich. Amai. 47 kilometer en 800 meter is de afstand naar de basiliek. Amai, mijn kleur. Pierre haalt Scherpenheuvel. Dat is hier toekomen en ja, het leed is geleden. Hè.
Godverdikkelij, jongens toch. Mario's net niet. Dat doet veel om te zien dat iemand zoveel over heeft voor zijn club. De dag daarna kwam hij, twee dagen daarna, kwam hij terug op de club en kon Jos niet meer stappen. Dat was heel emotioneel. En Jos is heel diep gegaan. Maar die kaars die moet en zal branden. Zeg, dat is voor een zondag. Even een zaterdag, man. Pak ze goed in beeld, want dat gaat die hoge toon, hè. Opdracht volbracht voor Jos en Pierre. Godverdomme. Ik denk als je zoiets ziet, dat je dan toch een extra stimulans krijgt om er meer dan 100% voor te gaan. Iedereen op het kiel leeft intens naar de bekerfinale toe. De fanshop doet gouden zaken. Speciaal, gebeurt niet ieder jaar, dus je moet ervan profiteren. Ze dus heeft een aantal aantekeningen erop en is een echt verzamelaars-item. De club organiseert voor de supporters een meet and greet met de spelers. Dat is immens. Een opkomst. Niemand had dit verwacht, denk ik. Normaal gezien hij werkt tot 6 uur, maar dit zal zeker en vast misschien wel uitlopen. Meer dan 18.000 Germinal Beerschot supporters kopen een ticket. Zo'n 1.000 paars-witte vlaggen worden aangemaakt voor de bekerfinale. Dat moet één muur zijn van paars en witte. Zodat de spelers en de supporters van Brugge al verschieten voordat de match begint. Mede dankzij allemaal die gebeurtenissen buiten het plein. Dus zoals dat je zegt, die meet en greet, allemaal die mensen die dan er, Scherpe Neuvel, onze materiaalmeester, komt er allemaal bij. En dat zorgt wel voor een extra opgeladen gevoel in feite. Als speler kun je er alleen maar van dromen en voor zo'n wedstrijd is het in feite een voetballer geworden. De spelersgroep traint zelf 2 dagen voor de finale in het Koning Boudewijnstadion. Het scheert ook om te zien dat het dan toch nog helemaal iets anders lijkt dat je er zelf bij kunt voorstellen. Dus, als je dan nog eens erbij inbeeld dat dat zaterdag vol zit, dan zou er zeker een vast klaar voor zijn. Wie de hele week niet meetraint is doelman Luciano. Het is een kneuzing van enkele ribben. Het wordt zeer twijfelachtig of Luciano paraat gaat zijn voor 28 mei. I try to do my best for this injury because I'm very disappointed what happened that now I'm fighting against the time. Bram Verbist traint mee met de basisploeg. Luciano zit een hele week bij de fysio. If you miss the final, that would be it will be the worst moment in my life, no? Pas bij de opwarming voor de finale zal beslist worden wie speelt, Verbist of Luciano. De laatste training op de Wildrijkse pleinen vindt plaats onder een staalblauwe hemel. We hebben nog 1 wedstrijdje te gaan. Nog 1 wedstrijdje. Inderdaad, een noodzakelijk iets, dus we gaan dat afspannen en dan snel op vakantie gaan. Een ongewoon ontspannen Mark Brijs, maar laat dit duidelijk zijn, hij en zijn groep staan bijzonder scherp. Ik denk dat wij enkel tevreden en gelukkig gaan zijn als wij die beker in onze handen hebben. En anders zal het een zeer treurige dag worden. Het is een kans, 1 uit de 1000 in feite. Voor V-spelers gaan het misschien nooit meer meemaken, misschien wel. Maar dat weten we wel, van indien dat je dit verliezend moet afsluiten, dan zul je misschien binnen 10 jaar nog herdenken van verdekken. Een vredige zaterdagmiddag aan het Kallebeekveer in Hemiksem. Nu ja, vredig. Come on, Black Star, olé, olé. Come on, Black Star, olé, olé. Ratte. En de witte stip die in de verte op een Flandria rondvaart voor 60-plussers leek, blijkt een berenboot te zijn. Ratte. Een berenboot richting Brussel. De Germinal Beerschot supporters, er is toch een hoek af met de boot naar Brussel. Maar ze kunnen ook normaal doen, die van Kiel. Zich met bussen verplaatsen bijvoorbeeld.
zij dan wel zonder dak. Met meer dan 18.000 zijn ze de supporters die her en der verzamelen. De ratten, de scheldnaam, is een eretitel geworden. Mevrouw, er groeit een rat op uw kont. Ja, die is erop gezet, denk ik. Een pronostiekje voor straks? Ik ga voor 3-1. Mevrouw met de rattenkont vergeet ongetwijfeld dat Germinal Beerschot eigenlijk uitspeelt. Ze bedoelde dus 1-3. Eén goaltje ernaast, zo zal blijken. Maar rond het Olympisch Stadion verzamelen zich intussen wel de goede gokkers. 2-1 voor Beerschot. 1-2 voor Beerschot. Laten we hopen op 1-2 voor Beerschot. Hè. Sorry. Mijn hartje doet nog pijn. Ik niet mee kan gaan. Waarom kan je niet meegaan? Omdat ik mijn vrouw te huwelijk gevraagd heb. Mijn achter doet het zeer. Je mag het gerust weten. Dat is een applaus. Kom maar. Ah. Kom maar, Rattie! Met een Beerschot, nog een nozel. Hey, wat een ploeg. Brugge, Rotterdam. Brugge, Rotterdam. Altijd feest, het is goed weer. Het is gezellig, het is sferig. Om ervan genieten, hè. De A12, de Boemse Steenweg voor de vrienden kleurt paars-wit. Germinal Beerschot trekt op veroveringstocht. En intussen ergens op het water tussen Hemiksem en Windam. Wat een Beerschot, nog een aanzal. Hey, wat een ploeg. Met een Beerschot. We palmen gewoon Brussel in. Brussel wordt Antwerpen in het klein. Die van Kiel lezen in de kranten dat Club Brugge eigenlijk favoriet is. Normaal zou je denken, maar niet zo voor de echte fan. Die twijfelt er niet aan wat zijn ploeg 's avonds zal doen. Winnen! Yeah. Intussen warmt de DJ van Beerschot Town zich eenzaam op. Boven hem wordt zelfs het atomium door de ratten ingepalmd. Ja mensen, ik ben een John, ja, en ik heb die vlag erboven gaan hangen. De deur stond open en het knopje van de lift duwen en die brengt tot op juiste verdiep en ja, voilà. Eén van de beelden van de dag. Het atomium is niet van Brussel, niet van Brugge, maar van Antwerpen en van de Germinal Beerschot supporters. En terwijl twee berenboten Brussel naderen en de bus zonder dak Brussel al inrijdt, ontstaat in Beerschot Town een volkstoeloop. De ratten gaan aan het dansen. En de spelers, zij vertrekken voor wat een historische avond gaat worden. Ze had mij ook gezegd, we gaan met 17.000 van een Beerschot naar Nijssel. Ik had het persoonlijk zelf nooit verwacht. Maar toen dat ik die zee van mensen in feite zag tijdens de opwarming, dat was een kippenvalmoment. Dat was op dat moment. Je kunt in feite niet geloven dat zo'n reactie kan losmaken binnen de stad Antwerpen zelf. Dus
niet te beschrijven. Zes uur. De bus met de spelers van Germinal Beerschot komt aan bij het Koning Boudewijn Stadion. Binnen het stadion is het dan nog erg rustig. Maar in Beerschot Town, bij het Atomium, is het dat zeker niet. De spelersvrouwen arriveren. Enkelingen zijn ook al in het stadion. De ene oefent al wat met de vlag, de andere doet hetzelfde zonder vlag. Zeven uur. Eén uur na de bus van Germinal Beerschot komt ook die van landskampioen Club Brugge aan. Te gerust in de zaak, jongens? Luciano en Verbeest beginnen erg vroeg aan de opwarming. U weet waarom, er moet nog een moeilijke knoop doorgehakt worden. Luciano ziet meer dan een volle minuut met de knieën op de grond het hoofd naar beneden. Hulp van bovenaf vragen. Deze finale wil hij niet missen. Ja, I had to go to the hospital, I think 3 hours before the game to get injection. You know, it was a lot of pain also there. And I was afraid, you know. De opwarming doet Luciano onder toezicht van kinesist Mark Luiks. De eerste baloefeningen in 1 week tijd geven een positief signaal. De duim gaat omhoog. Intussen in Beerschot Town. Ik ben Antwerp supporter en ik hou van deze stad als Antwerpenaar. En ik vind dit schitterend geworden. Ik wil deze elk jaar meemaken voor Antwerpenaars. Het verband hindert Luciano. Weg ermee dus. Het was ook psychologisch, because if I know I have something, can I can remember the pain, you know. When I took it out, I said no, let's do the job, you know, let's do it, and I'd feel better without that. En hier neemt hij de beslissing. Hij zal spelen. Ook de dokter komt even langs. En hij heeft opmerkelijk nieuws bij. Die rib, die is niet zomaar gekneusd. Zijn rib is dus wel gebroken. Dus dat heb je bewust verborgen gehouden? Dat heb ik bewust voor de pers verborgen gehouden, omdat ik wist dat dan er heel veel kritiek zou komen, van je laat niemand spelen met een gebroken rib of zo. Een bijzonder moment. Luciano vertelt aan Bram Verbeest dat hij wil en kan spelen. Ik kwam zeggen dat het zeker zijn bedoeling niet is geweest voor een hele week in spanning te houden en dat hij ook graag die finale speelt. Ik heb gezegd dat dat volstrekt normaal is en dat ik in zijn plaats ook hetzelfde had gedaan. Luister, op veld zit de concurrentie en naast het veld proberen we elkaar zo goed mogelijk te steunen. En nu is dat mijn rol, misschien kan hij ooit nog eens zijn rol zijn, dat hangt er allemaal een beetje vanaf. Maar het was toch plezant dat hij het kwam zeggen en dat we zo goed overeen kwamen daarmee. Bram is the best teammate I have, you know. So he's a goalkeeper also. I know it was very hard week for him because he waited for play. You know, it was not nice. And I say to him that I'm sorry, Bram, but I want to play. You know, it's a special day for me. And I knew if it was the same situation, Bram also he want to play. You know, so he deserved. That's also for him. De andere basisspelers zijn intussen ook op het veld. Thompson is er niet bij. Hij is toerist. De Germinal Beerschot-vakken lopen vol. De sfeer is sensationeel goed. Maar Kemphane mag je natuurlijk niet te dicht bij elkaar zetten. Blijven toch incidenten die het voetbal schaden. De spelersnamen van Club Brugge worden omgeroepen. Het paars-witte fluitconcert overheerst. Iets over 8:30. De bekerfinale 2005 kan beginnen. Het is lang geleden dat er voor een finale van de beker van België nog zoveel toeschouwers naar de Heysel afzakten. Met z'n 45.000 zijn ze. En daarvan zijn er meer dan 18.000 supporters voor Germinal Beerschot.
De elf van Germinal Beerschot tijdens het volkslied. De blikken zeggen alles. De spelers groeten de fans. Luciano houdt zich aan zijn gebruikelijke rituelen. De vakken van Germinal Beerschot. Mooi vol, prachtig om te zien van aan de overkant. De wedstrijd is begonnen met een reuzenkans voor Cavens. Boutina redt met een reflex. En ook direct de eerste test voor Luciano en zijn Ribe. Ishiaku komt door. Club Brugge neemt de eerste minuten voor zijn rekening. Englebert trapt wild over. Weer Brugge. Ishiaku, Lange en Verheijen. Luciano raapt op. Het gevaar komt van de linkerflank. Lukowski nu, Messu die trapt weg. We hadden het in het begin eventjes moeilijk om ons aan te passen. Omdat we echt van plan waren van zo hoog mogelijk te spelen. Dat is ons na die 7, 8 minuten is eigenlijk gigantisch gelukt. Dus we hebben vandaag getoond hoe je Brugge pijn moest doen. De mannetjes komen beter in de wedstrijd. De kans is voor Cavens. Luciano met de verre uittrap. We zijn in de 23e minuut. U weet wat er komt. Uitstekende opening van De Vrij. En daar is Karel Snoeks. ...0-1. De paars-witte vakken ontploffen. Het was een mooi doelpunt, maar bij mij is altijd zo het collectief dat telt en wie dat scoort of wie dat assist geeft, dat is niet belangrijk. Goal voor Germinal Beerschot. En Germinal Beerschot gaat door, Jurgen Cavens nipt over. Germinal Beerschot is baas op het middenveld. Club Brugge komt er niet meer aan te pas. Snoeks, Hoefkes de Dekker, Maartens met een voetje voor Cavens gevaarlijk kan zijn. Knappe aanval. We hebben de wedstrijd goed aangepakt. We hebben geleerd uit die 6-0 pandoering op Brugge. We hebben ons eraan aangepast. We hebben de flankverdedigers van Brugge tracht die op te vangen en ze niet te dicht bij onze goal laten komen. Want als ze kunnen voorzetten met die torens van voor zijn ze gevaarlijk. En die voorzetten zijn er deze wedstrijd eigenlijk niet veel gekomen van Brugge. Club Brugge dreigt nauwelijks. Geharrewar voor het doel van Luciano en Birger Martens trapt hoog over. Aan de overkant Kroes, buitenkant rechts. Een ijzersterke De Dekker met wat ruimte. Martens is op tijd terug. Brijs roept. De supporters zetten de wave in. Brugge dan toch nog eens. Lange met de borst. Luciano is natuurlijk attent. De laatste kans is voor Messoudi. Die bal gaat ook over. Pauze. Club Brugge, Germinal Beerschot, 0-1. De tweede helft. Spanning op de Antwerpse gezichten. Club Brugge dwingt kansen af in de beginfase. Hier komt een kopbal van Clément.
En dan een goede trap van Simons, maar Luciano redt spectaculair en efficiënt. En dan de 53ste minuut, het onvermijdelijke gebeurt. 1-1, twijfel in de ogen van de Germinal Beerschot supporters. De goal is van Gert Vrijen, het protest van de Germinal Beerschot spelers. Maar de goal telt wel. Volgens mij stond hij tussen twee man en was duidelijk een fout op de doelman. Maar een dikke minuut later, opnieuw feest aan de overkant. Je scoort in de halve finale het beslissende doelpunt, nu weer. Ongelooflijk, hè? Een echte goalgetter. Wie dat scoort is niet belangrijk. Nee, maar toch, wees eerlijk. Het doet heel goed. Ik heb een moeilijke periode gehad op Beerschot. Maar dit maakt alles goed. Schrijf op het moment eens na je doelpunt. Ik zie dat Boutina duikt en hij raakt een bal nog, maar ik zag direct dat hij hem niet kon uit de goal duwen. En voordat die bal binnen gaat, loop ik al naar de supporters. En mijn familie zat in de tribune daarboven. En het was fantastisch om dat te beleven. Eén, twee dus voor de ratten. En dan Hoefkes met een verre bal naar Cavens. Een duel met Clément. Cavens naar de grond. Hij wil een penalty, maar hij krijgt die niet. Het is Germinal Beerschot dat gevaarlijk blijft. Messoudi naar Cavens. Boutina moet plat. De supporters die zetten het feest al in. Aan de overkant raakt Svitanovic de bal niet goed, maar zonder erg. Club Brugge dreigt in de slotfase nog amper. De kampioen ontspoort even. Een aanslag van Cornelis op Montaigne. Verbanning naar de mijnen is een straf. Het zit er niet meer in voor Brugge. En dan is het wachten op het laatste fluitsignaal. Ja, op dat moment gebeurt er iets vreemd in je hoofd. Op dat moment. ik heb er nog altijd geen woorden voor. Supporters ook. Iedereen barst in tranen uit. Ik heb spelers, mijn ploeggenoten ook nog nooit zo gezien. Ja, dat was ongelooflijk. Een stap vooruit is voor GBA en voor Antwerpen. En op het keel is carnaval. En op het keel is carnaval. Ja, ze schitteren. Yeah! Zeg gewoon even wat je nu voelt. Dat is niet leuk, ik kunt niks zeggen, dat is niet doen. Echt niet te doen. Super. Vraag, wat dacht je 2 jaar geleden? Nog ik, nog Kurt van Doren dacht dat je hier zou staan en die beker zou pakken. Als je nu achter je kijkt, wat denk je dan? Dat zou iedere week moeten kunnen met dergelijke overgave, dergelijke temperament, enthousiasme.
Ik denk dat ze nu de juiste mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de uitbouw van deze club. En, Lucho, Lucho. What do you feel, Lucho? One word. Ongelooflijk. Onze support is de beste van de wereld. Bedankt voor support. We supporten voor de kinesis en de dokter. Als je dat ziet, dan krijg je gewoon kippenvel van. We hebben voor de wedstrijd gezegd dat wij het even goed doen zoals onze supporters. Dan kunnen we niet verliezen vandaag. Dus tijdens de opwarming bij ons er al aan. En die van Brugge waren met meer, denk ik, maar die waren weer veel stiller. En dan hebben wij getoond op het veld dat ze er absoluut verdienen om hier met een beker naar huis te gaan. Dit benadert heel, heel dicht de landstitel dat ik met Liersen heb behaald. Eigenlijk is dit... Die emotie komt in één keer op en de titel dat komt geleidelijk aan. Dus dit is eigenlijk zeker, zeker evenveel waard voor mij als de landstitel. Adrian, dat is hem dan. Oh, schitterend, onbeschrijfelijk. Echt, voor iedereen hier. Oh, niet normaal. Dit moet het mooiste moment uit je carrière zijn. Ja, uiteraard, uiteraard. Hopelijk mogen er nog veel mooie volgen, maar echt genieten nu. Echt genieten. Het is vooral begonnen op Bergen. En vanaf dan is dat constant toegenomen. Die bekerkoorts in feite. Het publiek, supporters, trainers, spelers. Iedereen is er enorm gemotiveerd. Alsof het in de sterren stond geschreven. Germinal Beerschot moest die beker winnen. Ja, een stuk wel. Maar zo kwamen we ook op terrein, denk ik. Dat was het grote verschil vandaag met Brugge en ons. Ja, we waren gemotiveerd niet te doen. Wij wilden die beker absoluut winnen. Nu is heel Antwerpen, of alle supporters van Bena Antwerpen, zijn hier nu. En nu zouden we een sprong voorwaarts moeten kunnen doen voor de toekomst. En ik denk dat dat erin zit. De beker kussen brengt geluk naar het schijnt. Dan zal ik hem kussen. Ja. Hoe voelt het om die beker vast te houden? Ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. Toen ze die voor de match naar voren brachten, dachten we van die moet van ons zijn, die moeten we mee naar huis brengen. En voor die nu hier vasthouden, dat is een droom die eruit komt. Iedereen dacht een beetje dat de voetbal in Antwerpen dat eigenlijk wat dood was. Maar ik denk vandaag dat we bewezen hebben dat spring levend is. We wrote history tonight that nobody can take that away from us. When I'm 18, 19, I'm gonna remember this day and you know it was a heel mooi moment. The best moment in my life. I wait for that so long, you know. I fight two times, I was so close and now the final a champion. I most have for the supporters. I know the supporters are now they are crazy, they deserve it. And I was in the proof when it starts. Okay. Can you stop smiling today? Never. Wat nu vanavond? Wat nu? Ik denk dat we voor het eerst nog niet thuis zijn. Hij spreekt naar Antwerpen, maar dat wordt wel gestart. We gaan er een lap op geven! Je blijft vrijwillig in de grafieken of in de historieken van Beerschot. Dat is ook gewoon binnen 10 of 20 jaar spreken ze waarschijnlijk nog over de lichting van Hoefkes van Doren, Cavins, die had hier op Beerschot Europees voetbal behaald heeft en de beker van België gewonnen heeft. Het is al na 11 uur. De supporters van Germinal Beerschot keren terug uit de hemel. Want hun ploeg neemt de beker mee naar Antwerpen. Mee naar het Kiel. Ratten! Dit is waanzin, hè. Ze weten nog waanzin meer op de bus, hè. En op het Kiel. En op het Kiel is carnaval, hè. De Kielse Mensenzee begeeft zich richting carnaval. Het is over de paarswitte koppen lopen. De gezangen van de supporters vullen de Brusselse hemel.
De meer dan 18.000 meegereisde supporters hebben gekregen waarvoor ze kwamen. Winst en de beker. Daar is jong en oud zichtbaar tevreden mee. De kop is te zwaar. Waar zijn jullie kampioenen? Waar zijn kampioenen? En ook de ATV-camera mag delen in het geluk. Van het stadion onder het Atomium gaat het naar de bussen die de ratten naar hun thuishaven brengen. Want daar... is carnaval! En op het Kiel is carnaval! Het Kiel, 3 kwartier later. De eerste bussen arriveren. Op de parking naast het Olympisch stadion troepen de supporters samen. Daar wachten ze op de spelers. Van 6 uur kon ik dat al horen hier. Direct. Wel van 8:30 hier of zo. Ik heb een match van Weerschot gezien in het café hier. Echt zware match. 2-1, ze hebben beslist gewonnen. Allee, proficiat, hè. Vierste, zolang ze binnenstappen, gaan we daar, hè. Tot morgen vroeg, 5-6 uur. Bangelijk, ongelooflijk. We moeten maar één keer mee in de 10 jaar, dat ze zeggen, maar toch. Deze is fenomenaal. Intussen op de Heizel. In de Germinal Beerschot kleedkamer wordt de beker uitgebreid gekoesterd. En de haardossen worden uitgebreid gekleurd. Je hebt bijzondere gel gebruikt vandaag? Ja, dat is iets speciaals, hè, natuurlijk. Het is niet gel van alle dagen, maar ik hoop dat het er nog uitgaat, maar dat zullen we dan wel zien. Hè. Dat van jou? Is paars, maar ik denk wel dat ik nog wit ga vinden vanavond. Nu nog een rustig ritje? Nee, we bereiken de bol af. En als we kinderen komen, denk ik dat het nog een groter feest gaat worden, een echt volksfeest. We brengen hem mee naar huis, waar het hem thuis hoort. Ik denk dat het Kiel te klein gaat zijn. Ratten, we komen eraan met een beker in ons pollen. We zijn er zo beet. Laat het feestje maar aan beginnen. De spelersbus begint aan een triomftocht. Onder escorte gaat het naar Antwerpen. En wanneer ze het Kiel naderen, gaan de supporters uit hun dak en de spelers in de bus ook. De roep om de helden van de Heizel wordt op het Kiel inmiddels steeds luider. Iets over 1:30 is het dan eindelijk zover. Daar zijn de bekerwinnaars. Net zoals op de Heizel wil Daniel Kroes alles vastleggen met zijn camera. Heeft hij nu al spijt van zijn overstap? Van de spelersbus gaat het naar het podium. Maar enkele spelers houden een tussenstop voor een zangstonde. Het podium, de beker, is van Kiel. Een applausje van Mark Brijs en alle Germinal Beerschot spelers. Ze zijn volledig van de kaart op het moment. Legendarisch, hè? Ongelooflijk. Dat maakt er echt niet alle dagen mee, zoiets. En dan deze kunnen meemaken, is prachtig, is prachtig. Ik ben ongeveer de goede 2 maanden bij de club. Op het moment dat ik kwam, verkeerde ze in de degradatiezone. En als je ziet wat er de afgelopen 2,5 maand gebeurt, is gewoon fantastisch, denk ik. De foto is schaar van Huibel, dat nog niet doorgekomen, hè? Daar gaan we naar Loert, hè? Daar gaan we naar Loert! Met de bus, hè? Dat is ongelooflijk, dat is echt kicken gewoon. Dus de manier dat je hier ontvangen wordt, de manier dat de supporters op de IJssel waren. Dat is gigantisch. Een gigantisch feest dus. En we zijn er nog niet helemaal uit of Mark Brijs nu een tenor of een bariton is. En wat we wel al lang weten is dat ze op het Kiel de internationale voetbalhymne kunnen zingen.
Germinal Beerschot en zijn supporters beleefden hun historische bekercampagne 2004-2005. Beren, dank u. In de greep van Nikolic, Cavens met een listige bal. Bal binnen! In de slotseconde! Met Jurgen Cavens voor Germinal Beerschot. Bal gaat binnen! Kadu! Wie is er mee in punt? Kenny Thompson! 3-1! Match beslissend! Ze moet koppen. Oh, het staat 1-2. Nu is de Vrij. Ook zij kunnen het op een stilstaande fase.